Goedendag, leuk dat u weer kijkt. Dit is Lansingeland Actueel met deze keer... karten in Las Vegas. Politieagent crasht op de N209. En Sint is ook in Bleiswijk aangekomen. What happens in Vegas stays in Vegas, niet voor Joep Breedveld. Deze 17-jarige scholier begon op zijn 11e met karten. En sinds 3 jaar doet hij dit professioneel. Hij vertelt juist heel graag wat hij heeft meegemaakt in Las Vegas. In Las Vegas was nu de grootste wedstrijd van het jaar. En daar heb ik tegen de beste 75 rijders van de wereld mogen strijden voor de titel. En voor de mooie plaatsen van de wereld, zeg maar. In de afgelopen jaren reed ik nog in de single speed klasses, dus dat is eigenlijk een automaatklasse. Daarin heb ik dus meegedaan aan Nederlands, Europees en wereldkampioenschappen. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik ben vorig jaar in de seniorenklasse, dus dat is 16+. Ben ik tweede geworden in het Nederlands kampioenschap, tweede in het Belgisch kampioenschap, tiende in het Benelux kampioenschap en kwalificeerde ik mij als 7e op het wereldkampioenschap. De magie van Las Vegas is natuurlijk al heel erg mooi en dat maakt het veel mooier om daar te rijden. En dat daarnaast het niveau ook zo hoog is. Ik rijd er bijvoorbeeld tegen mensen van 2 keer mijn leeftijd die het voor hun beroep doen om daar te rijden. Dat maakt het heel mooi om echt zo te strijden tegen de wereldtop. Omdat het ook om zulke kleine marges gaat. Dat maakt het wel een hele speciale ervaring. Ik beoefen de sport op de plaatsen waar de wedstrijden zijn. Dat is helaas niet zoveel in Nederland, vooral in het buitenland. En daarvoor ga ik naar veel plaatsen in België, Duitsland, maar ook Frankrijk, Portugal, Bahrein. En nu dit jaar Amerika. In veel raceklasses wordt er een snelheid van rond de 160, 170 km/u behaald. Maar in een kart is die snelheid veel intenser. Want je zit praktisch gezien eigenlijk op de grond. Je zit 2 centimeter van de grond af. En er is niet zoveel om je heen. Je zit niet in een beschermende kooi. Dat maakt de hele beleving wel heel heftig en speciaal. Maar het maakt het ook wel mooi in te rijden. Want de acceleratie alleen al is van 0 naar 100 in 2,8 seconden volgens mij. Dus dat is wel echt heel erg hard. En om de uitzending dan ook speciaal te maken, neem ik jullie ook mee op een onboard van deze week. Het rechtstuk opkomen, opschakelen naar de 6e versnelling met een topsnelheid van 160 km/u. Aankomend op de eerste bocht. Nou, zoals jullie al zien, weinig marge met bakken om je heen, veel muren. Ja, weinig marge voor fouten. Terugschakelen naar de eerste versnelling, eerste bocht. Nu weer snel accelereren naar circa 130 km/u om vervolgens bij de herping weer terug te schakelen naar de eerste versnelling. Nu hebben we een bochtig gedeelte. Met meerdere hairpins en chicanes. Allemaal aan de eerste en tweede versnelling. En dan gaan we nu al door naar de laatste bocht. Kort rondje, nog een laatste keer uit te accelereren naar 140 km/u. En ook voor de laatste bocht terug naar de eerste versnelling. Voor de toekomst heb ik wel redelijk grote ambities en ook wel motivatie die daarachter staat. Ik wil wel zo snel mogelijk de autosport in. De kartklasse, ook voor de Formule 1 rijders die er nu in de Formule 1 rijden, hebben de kartklasse eigenlijk gebruikt als opstap naar de autosport. Nou, dat is ook mijn plan. Ik wil vooral naar de touringwagens gaan. Want formuleklasses die zijn redelijk prijzig. Voor de autosportfans die weten wel wat voor bedragen daarin omgaan. Dus ik wil graag naar de GT-klasses. Dat zijn bijvoorbeeld Porsches. Of andere GT3-klasses. Dat is eigenlijk waar mijn ambitie en mijn droom ligt. Maar daarvoor zoek ik natuurlijk nog wel sponsoren die me daarbij willen helpen. We gaan in de toekomst vast nog veel meer horen over Joep Breedveld. Een politieauto in de kreukels zie je niet vaak. Maar op dinsdagavond 28 november was het raak op de N209. Een politieagent die op weg was naar een zwaar ongeval op de A12... crashte na een uitweekmanoeuvre. De agent raakte gelukkig alleen maar licht gewond. Twee lantaarnpalen en de politieauto kwamen er minder goed vanaf. Bij het ongeluk op de A12 ter hoogte van Bleiswijk raakte een automobilist zwaar gewond toen hij met flinke snelheid op een pijlwagen botste. Alle rijstroken werden afgesloten voor het verkeer. De bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer. Hierna is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met de gewonde bestuurder is, dat is niet bekend. Ze liggen op de bank, eten je kast leeg en zijn vergroeid met hun telefoon. Help, ik heb een puber. Dat zullen vele ouders regelmatig denken. En dit was ook het thema van de ouderavond op Melanchthon Berkrode. We zijn hier op een avond op Melanchthon Berkrode voor ouders met pubers. En ja, ik ben hier als burgemeester, maar vooral ook als vader van pubers.
In algemene zin willen we natuurlijk de inwoners helpen bij het belangrijke deel van de opvoeding van de kinderen, de puberteit. De kinderen leren in die tijd heel veel, moeten ook heel veel. Een lastige tijd voor kinderen en wel een vormende tijd voor een latere toekomst. Dus we hadden zoiets van, joh, laten we dan de krachten bundelen en kijken of als we een gezamenlijke workshop of een oude avond organiseren, of dat beter werkt. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld? Ruim 200. Ja, of dat met de opening, met de schrijver te maken heeft, of dat met onderwerpen te maken heeft, ja, dat zal een combinatie zijn, denk ik. Met dit boek kom ik heel veel op scholen en zoals vanavond een ouderavond. Ja, dat vind ik ongelooflijk leuk, want we zitten eigenlijk allemaal met lotgenoten. Weet je wel, in het boek schrijf ik het allemaal heel goed, maar ja, het is ook struikelend naar volwassenheid. En dat vind ik heel leuk om daarover te praten en mensen een beetje te laten lachen. En ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Ik doe ook maar wat. Maar ik heb er wel heel veel over gelezen en geleerd. En dus ik weet misschien net iets meer dan de meesten hier. Maar we hebben dezelfde problemen. Ja, waarom is dat zo erg om een puber te hebben? Het is helemaal niet erg. Het is een feest. Meestal. En soms is het de hel. Ik ben gek op pubers. Ik ben een van die vele vaders. Als je vaders vraagt, wat heb je het liefst? Baby's, kleuters of pubers? Dan zeggen de meeste pubers. Vrouwen zeggen dan vaak, nou, ik vond die baby's zo leuk. Maar ik hou wel van pubers. En het is een soort theater, continu. Er wordt wel eens gezegd, het is hier geen hotel. Jawel, het is wel een hotel bij je thuis. Een hotel waar de gasten niet betalen. En waar ze de kamers ongeveer afbreken. Maar waar ook meteen het theater bij je zit. En ja, er zijn geen grotere acteurs dan pubers. Met alle emoties en met al het gelieg en alles en het leven. Dus ik vind het leuk. Wat voor tips zou u nou aan de pubers zelf geven? Om te gaan met ouders die het toch wel heel lastig vinden? Wees jezelf. En als een ouder op een gegeven moment echt nee zegt, echt nee, dan kan dat soms wel eens nut hebben. Dus ze zijn niet helemaal achterlijk, die ouders. Dat zou ik ze willen zeggen. Maar ik weet ook dat dit parelen voor de pubers is. Want ze horen hier niet naar te luisteren. Zeker niet naar een oude witte man van 59. Dus gewoon ben gewoon jezelf, joh. En Klum die schrijft achter op zijn boek dat hij beter bekend is als Klum, vader van een postpuber, een puber, een neopuber, twee stiefpubers en zelf ex-puber. En dan kan ik ook zeggen, ik ben zelf vader van twee postpubers, een puber en een neopuber. Dus ik kom in de buurt en ex-puber. En zeker ex-puber. Pubers zijn zo leuk. En dan het nieuws uit de kranten. In het hart van Lansingland viel te lezen dat gemeente Lansingland een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te verbeteren. Hierdoor worden de krachten van 9 gemeentes uit de regio gebundeld om het aanbod voor deze doelgroep te verbeteren. De ondertekening vond plaats tijdens de jaarlijkse G-sportdag, waar mensen met een verstandelijke beperking diverse sporten konden uitproberen. In de Heraut werd door Samen Lansingland uitleg gegeven over de maatschappelijke begeleiding nieuwkomers van Humanitas. Vluchtelingen met verblijfstatus, oftewel nieuwkomers, lopen tegen veel praktische zaken aan die geregeld moeten worden. Wat moet je doen om je kinderen naar school te laten gaan? Waarom zitten er 2 gleuven in zo'n oranje brievenbus en waar moet je brief dan in? Dingen die voor Nederlanders heel logisch zijn, maar voor de nieuwkomers best lastig. De vrijwilligers van maatschappelijke begeleiding nieuwkomers helpen bij dit soort vragen. Een dankbare taak. En ze zijn ook altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Sint had gelukkig de zon meegenomen naar Bleiswijk. Aan de kade van de Rotte stonden vele kinderen met smart te wachten op Sinterklaas. De stoomboot uit Spanje weer aan uitbrengen. Wat zie je er maar uit? Wie ben jij? Sinterklaas. Ben jij Sinterklaas en op wie wacht jij? Oh, zo snel. Oh, zo snel. Heb je ook zo snel al gezien? Nee. En heb je al Pietjes gezien? Ja. Ja? Heb je de Piet al gezien? Ja, in een auto. Echt waar? Ja, de vrachtwagen. En ben jij een beetje lief geweest? Ja. Kijk op.
Goedemiddag, goedemiddag. Wat leuk je er weer bent. Ja. Piet, welkom hier in Lansingerland. Nou, super leuk dat we er zijn. Is het een beetje goed gaan met de boot? Ja, het is heel goed gegaan. Lekker weertje ook. Super leuk. En zijn de kindjes een beetje lief geweest hier? Ja, ze zijn heel lief geweest. Dus jullie hebben vanavond veel werk te doen? Ja, we hebben heel veel werk te doen. We hebben een drukke avond. Welkom in Lansingerland. Dankjewel. Wat gebeurde er nou net met de boot? Nou, het was even dat we dachten dat we er al nog niet waren. Maar later merkten we pas dat we er voorbij gingen. Oh. Maar er waren zoveel mensen. We dachten, ja, waar is nou precies de steiger? Later zagen we dat pas. Maar gelukkig heeft de schipper het net op tijd gezien. U hoorde zeker dat alle kindjes aan het zingen waren. Stop, Sinterklaas. Zeker. En ik vind het fantastisch dat we zo mooi weer hebben hier in Bleiswijk. Dus ik ben echt heel blij hier weer te zijn. En ik vind het fantastisch om alle kinderen weer te kunnen groeten. En vanavond kunnen ze allemaal natuurlijk hun schoen zetten. Zijn ze een beetje lief geweest, de kinderen? Ja, zeker hoor. De Pieten hebben geïnformeerd en het is allemaal prima gegaan. De kinderen zijn heel lief geweest. Altijd trouwens in Bleiswijk. Dus dat vind ik fantastisch. De kinderen van Bleiswijk mogen allemaal vanavond ook hun schoen zetten. Zo, met de Pieten de schoen zetten, kinderen. Dat is toch fantastisch? Ja. Dit was Lansingerland Actueel voor deze week. Ga voor meer reportages naar onze website rtvlansingerland.nl of kijk op de socials. Bedankt voor het kijken en nog een fijne dag. Heeft u een leuke nieuwsvideo of nieuwstip? Mail ons of gebruik de WhatsApp-tiplijn op onze website. rtvlansingerland.nl/WhatsApp.